Het ziet er serieus uit alsof ik gewoon echt te veel wijn heb gedronken de avond ervoor. Wow. Hi iedereen, ik ben Serena en leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik weer een gloednieuwe aflevering van Nailed It or Failed It voor jullie. En Nailed It or Failed It, wat houdt dat in? In deze series ga ik allerlei beauty producten of beauty treatments proberen die een beetje nieuw en hip en happening zijn. En vandaag heb ik weer wat leuks voor jullie, namelijk wine lip tints. Het ziet er zo schattig uit. Dit is een product uit Zuid-Korea. En misschien heb je het al wel eens gezien hier op internet. Maar het is dus nu ook heel gemakkelijk te bestellen via een Nederlandse webshop. En 3 kleuren heb ik in totaal die ik ga uitproberen voor jullie. Ik kan niet wachten, want ik ben dol op rode wijn. Eerst lust ik het niet. Ik heb het echt soort van moeten leren drinken. En nu is het zeg maar mijn lievelings. Ik verkies rode wijn boven witte wijn. Ik hou ervan. Blijf ook zeker kijken tot het einde, want op het eind van deze video heb ik een te gekke giveaway voor jullie. Zoals jullie misschien weten heb ik een huis gekocht, ben ik aan het verhuizen. Dus ik ben al een beetje aan het inpakken en aan het opruimen en ik heb hier gewoon zoveel beauty spullen liggen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een doos gepakt. Ik heb daar allemaal mooie beauty producten in gedaan, ter waarde van €250. En die ga ik aan het eind van deze video verloten. En de komende video's zal ik nog veel vaker dit soort mooie prijzen weggeven, want ik ben gewoon lekker aan het opruimen en ik vind het leuk om jullie wat moois cadeau te kunnen geven. Dus blijf zeker kijken tot het eind voor de giveaway. Maar dan ga ik nu eerst door met het testen van deze wine lippies. Het merk van deze wine lip tints is Chateau Labiot. Klinkt echt lekker Frans, maar het is dus een merk uit Zuid-Korea. Er zijn verschillende kleuren in rode wijntinten, zeg maar. En wat leuk is, is dat dit ook echt een rode wijn extract bevat. Het wijnextract wordt Cépinavol genoemd en dat komt dus helemaal uit Frankrijk, helemaal geïmporteerd, hierin gestopt. En dan zouden lippen extra moeten hydrateren. Ik ben heel erg benieuwd, want dit zijn ook zeg maar lipproducten die heel lang op de lippen zouden moeten blijven zitten. Dus we gaan het gewoon uitproberen. Allereerst is de verpakking echt super super cute. Het is gewoon een miniatuur fles rode wijn. Echt ontzettend schattig en hoe leuk als je dit uit je toilettasje trekt. Nou, ik ga hem eerst even openmaken. Oh, de bovenkant van de fles gaat open. En dan komt er gewoon een normaal applicatortje tevoorschijn. Gewoon zo'n sponsje wat je normaal bij elke lipgloss ziet. Volgens mij is het echt super gepigmenteerd spul. Oh ja. Nou, het dekt wel echt goed. Wow, hij is echt super, super rood. Maar ik vind hem mooi. Ik vind het echt een hele mooie rode kleur. Het aanbrengen is, het voelt een beetje als een wat dunnere vloeistof, zeg maar. Maar het is wel echt heel gepigmenteerd. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Het is knallend rood, maar zeg maar... iets aan de donkere kant. Sorry, het licht verandert de hele tijd hier. Dus de ene keer is het lichter dan donkerder. Maar het is echt een hele mooie kleur. Hij moet nog even een klein beetje opdrogen. Maar ik heb het idee dat het echt heel erg in de lippen trekt. En op die manier ook een soort van lipsteen is. Hij zorgt er niet voor dat mijn lippen droog en trekkerig aanvoelen. Dus wat dat betreft, ja, vind ik wel dat hij gewoon comfortabel aanvoelt op de lippen. Ik ga nog heel eventjes wachten, even laten opdrogen en dan gaan we kijken of die afgeeft. Of die een beetje kissproof is. Heel klein beetje, dus het valt echt wel mee wat hij afgeeft. En ja, ik vind het echt een prachtige kleur. Hij heeft ook een mooie blauwe ondertoon, dus het ziet er heel fris uit. En mijn tanden lijken echt uberwit hierdoor. Dus ja, en mijn lippen nog steeds niet droog ofzo. Nou, ik denk dat het tijd is voor de volgende kleur en dat is Nebbiolo. Dus ik ga dit er eventjes afhalen en deze erop gooien. Oh my god. Huh? Wow, het gaat er amper af. Wow. Ik had al het idee dat dit een beetje een lipsteen was, maar ik had niet verwacht dat hij zoveel kleur zou achterlaten. Oké, ik heb hem eraf gehaald, maar... Wow, het is echt... Hij laat behoorlijk veel kleur achter. Nou, meer kleur krijg ik er niet vanaf, maar goed, maakt niet uit. We gaan de volgende kleur aanbrengen. Nou, dit is de kleur Nebbiolo. Ik vind hem iets fruitiger, iets frisser. Hij is ook lichter van kleur en hij heeft een iets rossige ondertoon. Dus hij ziet er net even iets minder klassiek uit, zeg maar, dan de kleur die ik hiervoor heb geprobeerd. Maar ik vind het ook echt een hele mooie kleur. En ook deze formule heeft gewoon een mooie, wat mattere finish. Trekt echt in de lippen. En ja, laat mijn lippen gewoon echt niet droog en trekkerig aanvoelen. En dat is meestal wel zo met of matte lipproducten of met lipstains. En dit geeft echt een soort
moisturizing laagje of zo. Ik vind het echt heel erg prettig aanvoelen op de lippen. Dus nou ja, dit is Nebbiolo. Gaan we nu door naar mijn favoriete wijn in ieder geval, Merlot. Echt niet normaal hoeveel kleur dit achterlaat. Ik heb serieus, eind van de week zit het er nog op volgens mij. Mocht je je trouwens afvragen, ze ruiken niet naar wijn. Ik vind wijn best lekker ruiken, maar ik kan me ook voorstellen dat je wijn of alcohol gewoon niet zo lekker vindt ruiken. Ze ruiken juist heel lekker zoet, een beetje naar besjes of zo, een beetje fruitig. Dus het heeft wel echt gewoon een lekkere geur ook. Nou, dit is dus de kleur Merlot. Hij is inderdaad lekker donker, maar hij heeft ook een soort van paarsige ondertoon, waardoor hij echt zo'n lekker berry kleurtje wordt op de lippen. Ik vind het echt een hele mooie, chique kleur en vooral voor het najaar vind ik berry lipkleuren echt super mooi. Ik kan ook echt niet kiezen welke van deze drie kleuren ik het mooist vind. Ik vind deze mooi, maar ik vond de vorige ook mooi, ik vond de eerste ook mooi. Ik ben heel benieuwd naar jullie favoriet. Welke van de drie kleuren vinden jullie mij het mooiste staan? Laat het zeker eventjes achter in de comments. Ik ben heel benieuwd. Ik kan eigenlijk niks negatiefs verzinnen over deze Chateau Labiot Wine Lip Tints. Ik ben eigenlijk gewoon super enthousiast. Allereerst de verpakking. Hoe schattig is dit? Dit is echt onwijs leuk om te zien. En ook ontzettend leuk om te geven als cadeau aan bijvoorbeeld een wijnliefhebber. De kleuren zijn echt prachtig, intens gepigmenteerd. Het brengt lekker aan. Ze voelen lekker comfortabel. Hydraterend op de lippen. Het droogt de lippen niet uit. Eventueel moet je wel waarschijnlijk een beetje scrubben. Als je heel veel last hebt van velletjes op je lippen, dan worden die wel donkerder gekleurd. Maar ik heb daar nooit zo heel veel last van. Daarnaast blijft het ook nog eens mega goed zitten. Het geeft amper af op je huid en het trekt ook gewoon in je lippen. Dus volgens mij ga je hier gewoon de hele dag hard op. Kan je dit 's ochtends aanbrengen en 's avonds als je thuis komt zit het er nog op. Wellicht wat lichter, maar hey, het zit er nog op. Allerfijnste is misschien nog wel dat je deze producten niet per se via een buitenlandse webshop hoeft te bestellen. Want ik heb deze gewoon opgestuurd gekregen van een Nederlandse webshop en die heet nunawon.nl. En ze zei, als je nou een kortingscode gebruikt, Serena van Bon, krijg je 1 maand lang 15% korting op alles. En naast deze leuke wine lip tints verkopen ze daar ook hele andere leuke Koreaanse beauty producten. Dus neem zeker even een kijkje op die webshop. Gebruik de kortingscode voor 15% korting, maandlang geldig. Alle gegevens wat ik nu net heb gezegd en de link van de webshop doe ik hieronder in de video omschrijving. Zodat je meteen door kan klikken en kan shoppen mocht je dat willen. Je betaalt €15,95 per kleur of per wijnflesje. En dat is niet super goedkoop moet ik zeggen. Maar als ik kijk naar de kwaliteit vind ik dat echt wel een goede prijs-kwaliteit verhouding. En dan nu de grote beauty giveaway. Ik heb hier een schoenendoos helemaal vol gestampt met beauty producten. Alle producten zijn ongebruikt en ik heb allerlei verschillende merken erin gedaan. Ik heb merken uit het drogist erin gedaan. Ik heb merken van de parfumerie erin gedaan. Denk aan Chanel, Urban Decay, MAC, allemaal luxe merken. Alles ter waarde van €250. Dus als jij kans wil maken op deze goed gevulde beautybox, zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Dat kan door hier te klikken. Dat werkt ook op mobiel overigens. En laat een leuke comment achter hieronder. Gewoon een lieve comment. Dat zou ik super leuk vinden. Verder kun je hier klikken voor mijn vorige video. En hier kun je klikken om naar mijn beautyblog te gaan. Heel erg dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!